Dit is Drenthe Nu van vrijdag 30 juni met vanavond. Automobilisten scoren nog snel een goedkope tank. Kinderen kijken ogen uit bij opbouw van Stadsfestival Hoogeveen. En voetbalclub WKE helpt gedupeerde materiaalman uit de brand. Het is gebeurd met de verstikkende hitte, de tropische temperaturen en een zwoele zomeravond. Er komt aan de weer aan. Zo geliefd, not nice. Goedenavond. Topdrukte bij tankstations vandaag. Sommige stations waren zelfs uitverkocht. Morgen vervalt de accijnsverlaging op brandstof die begin vorig jaar was ingesteld. En automobilisten willen nog snel even profiteren van de lage prijzen. En bij een tankstation in Hoogeveen staat verslaggever Steven Ophof. Ja, Steven, het is druk zo te zien achter jou. Ja, dat klopt. Het wisselt nogal. Zo nu en dan, loopt de rij door eigenlijk gewoon tot op straat. Als je geluk hebt, is er een momentje soms dat er bijna niks is. Kun je zo snel door. Maar ja, je kunt zeker stellen, het is je eigenlijk de hele dag al druk. Ik ga nog even snel langs. Ja, dat scheelt altijd in de kosten. Meneer, bent u hier nou speciaal gekomen vanwege de benzine en de dieselprijzen? Ja, als morgen 15 cent duurder is, dan ga ik vandaag nog wel even tanken. Maakt dat veel verschil voor u, een volle tank? Ja, er gaat, ik geloof dat er iets van 60 liter in gaat. Nou, reken maar uit. Want anders had ik een man leeg, of overman. En dan moet ik weer duurder tank. Nee, het ging wel door me heen. Maar ik had zoiets van, ja, deze ene keer maakt dan ook niet zoveel uit. Dus nee, niet speciaal. Nee. Vindt u er eigenlijk van dat de prijs eerst omlaag ging en nu weer omhoog? Zeer slechte zaak. Ja, het is toch wel lastig. Ik denk, laat de andere prijs maar gewoon omhoog houden. Dan was er niet zoveel veranderd. Maar goed, voor sommige mensen zal dat wel geholpen hebben. Ja, ik vind het goed dat de overheid heeft ingegrepen destijds. Juist om de boel ook draaiende te houden. En ja, je ontkomt er niet aan dat je weer terug naar het normaal moet. Dus ja, mensen moeten er ook zelf aan wennen. Ja, druk dus. Maar profiteren de pomphouders daar ook van? Nou, dat zal je tegenvallen, want in principe is het geoormerkt geld. Het geld wordt eigenlijk rechtstreeks zo doorgestuurd weer terug naar de staat. Deze pomp trouwens, die is van Ewout Klok. Nou, meneer Klok, wat hebben de pomphouders hier eigenlijk wel aan? Wat merken zij hiervan? Nou, dat het vandaag heel druk is en morgen waarschijnlijk niet zo druk is. En, maar qua prijsverhoging of marge of winsten hebben we er niks aan. Sterker nog, ook wij moeten meer betalen. Je hebt hogere voorraadkosten, hogere verzekeringen, hogere bankkosten. Dus wij hebben ook baat bij een lage benzineprijs. Maar ja, nu komt er accijns bij en daar overheen nog een keer btw. Dus het is ook nog gestapelde belasting. Dan gaan de prijzen zo tot wel 16 cent omhoog. Een beetje afhankelijk van welke brandstof het is. Ja, kunt u daar niet zelf dan ook nog iets, bijvoorbeeld de winst drukken om dan toch nog iets die de prijzen wat lager te houden? Nee, dat is de wens van de gedachte misschien. Maar het is... Kijk, de dichtheid in Nederland is een van de hoogste in Europa. We hebben 4000 tankstations in Nederland, 2000 onbemand, 2000 bemand. En bij iedereen gaat die prijs omhoog. Maar we zaten al met die hoge concurrentie, dus de prijzen waren al zeer concurrerend. Dus daar zit geen ruimte meer in. Duidelijk. Nou, de prijzen gaan dus morgen weer een aardig stuk omhoog. Eind dit jaar gaan ze nog verder omhoog, want ze waren eigenlijk nog niet helemaal terug naar het niveau van voor april vorig jaar. Dus als je nog even snel moet tanken en je tank is redelijk leeg, zal het snel moeten gebeuren. Steven, dankjewel. Boeren die gisteren met de trekker over de A28 reden, hebben allemaal een bekeuring gekregen. De Drentse boeren waren onderweg van het noorden naar Den Haag, waar gistermiddag een boerenprotest werd gehouden. De politie had er een behoorlijke klus aan om de stoet van de snelweg te halen. Zodra de politieauto voor de stoet ging rijden met het bordje volgen, reed de eerste trekker wel achter de politie aan de afslag op, maar de rest reed door. Uiteindelijk kregen alle betrokken boeren een bekeuring van €410. De reeks voorstellingen van het Pauperparadijs in Veenhuizen mag ook dit jaar doorgaan. Omwonenden stapten voor de derde keer naar de rechter om het theaterstuk te stoppen. Ze ervaren geluidsoverlast van de 55 voorstellingen. Het bezwaar is door de rechter weer afgewezen. Uit onderzoek blijkt dat de geluidsnormen niet worden overschreden. En intussen heeft de gemeente Noorderveld de vergunning voor 2024 ook al afgegeven. Duizenden mensen bezoeken zaterdag het Stadsfestival in Hoogeveen. Maar hoe werkt de opbouw van zo'n festival eigenlijk? En hoe zit het met de veiligheid? Leerlingen van basisschool De Regenboog kregen een kijkje achter de schermen om te zien hoe dat eraan toe gaat. Nog even snel een foto maken. En dan kan de rondleiding echt beginnen. Als je hier binnenkomt, dan krijg je gelijk een adrenaline kick van... Oh,
Daar heb ik wel zin in. Ja, ik vind het wel superleuk. Want het waren niet heel veel scholen die het kregen. Dus dat is wel even interessant. De opbouw trekt veel bekijks van leerlingen en dat kan soms lastig zijn. De organisatie wil niet dat de kinderen zelf het terrein op gaan, dus komen ze met een rondleiding. Om toch een beetje de jeugd te betrekken en ook te wijzen op dat moment ook op de gevaren van hier zomaar rondlopen, hebben we gedacht van nou, als we het nou gebundeld doen op één dag, we nodigen 4 scholen uit, die leiden we rond, kunnen we het een en ander vertellen wat er achter de schermen gebeurt en ondertussen kunnen we ze ook wijzen op wat gevaren links en rechts. Want gevaren zijn er zeker. Dus je hebt vrachtwagens, je hebt leveranciers die met bier aankomen. Maar ook aggregaten die gewoon links en rechts staan. Daar moet je eigenlijk niet te dicht in de buurt komen. Jongens, hé. Hey. Is je eigenlijk het meeste bijgebleven dan, van als je dit zo ziet? Dat het biertappen heel veel is, zeg maar. Ja, nou, er hangen best veel camera's en zo. En het wordt ook wel goed opgelet of er niet te gekke dingen gebeuren en zo. Maar iedereen vond het leuk. Ze hebben de podia mogen zien, overal achter de schermen. Dus... geslaagd. Als kers op de taart mogen de kinderen in gesprek met DJ Jakkatori. Was dat een beetje een bekende DJ? Ja, nee, zeker. Dennis heeft opgetreden met verschillende DJ's, ook internationaal. Schrijft ook met bekende Nederlandse DJ's. En dat heeft hij ook allemaal verteld. Dus ja, zeker een bekende. En ken je hem? Nou, ik heb er 1 keer van gehoord, maar was wel leuk. Nee, ik ken hem niet, maar hij was wel heel cool. RTV Drenthe is zaterdag vanaf 2 uur live op radio en tv aanwezig om verslag te doen van het festival. Honderden WKE-vlaggen, sjaals, shirts en ga zo maar door. In zijn 45 jaar bij de club had Luc Kuipers heel wat bij elkaar verzameld. Maar bij een grote brand in zijn schuur ging alles in vlammen op en stond Luc met lege handen. Nu helpt een clubgenoot hem uit de brand. Kijk, de bommen. Dat zijn allemaal oude jassen van WKE. Ach. Het is waar, hè? Toen zondagmorgen stond ik voor het raam en toen kreeg ik het wel even benauwd. Toen kreeg ik het echt moeilijk. Ik zei, WK, 45 jaar, alles weg. En dat komt nooit weer. Of toch wel. Clubgenoot Willem Zwikker heeft een actie op poten gezet om WKE-spulletjes voor Kuipers in te zamelen. Te beginnen met een WKE-kabouter van Zwikker zelf. Voor je nieuwe museumpje. Dankjewel. Dank u wel. Ik vond het zo erg toen ik weer vertelde van die afgebrande schuur en alle WKE-spullen kwijt waren. Ja, toen denk ik van ja, daar moeten we wat aan doen. Dus ik ben eerst eens bij mezelf aan het kijken geweest. Ik denk, ja, ik heb een aantal hele leuke dingen, maar het is een beetje weinig. Dus vandaar dus dat ik die actie op poot heb gezet met de hoop, nou ja, dat er zoveel mogelijk gaat komen. Ja. Er komt nog meer aan. Daar moet ik nog meer hebben. Ja, er komt nog meer aan. Ja, ik bedoel, dat moet ik net hebben. Dat is mijn oma van Braan. Kijk. Ja. De muts. Ja. Het autovaantje. Ja. En nog weer. Nummer 13. Een mooi shirt ja. Van... Nou, dit is het begin. Ik denk bijna niet dat er een grotere fan van buiten het woonwagenkamp is als Lucky Kuipers en zijn zoon Richard. En die jongens, die moet koesteren. Dat had ik nog niet verwacht. Dat niet, zo'n beetje. Maar hier ben ik erg blij mee. Ja. Maar toch met frisse moed weer opbouwen? Ja, zeker. Zeker. En er wordt weer een WK-museum. Maar daar wil ik er wel weer van maken, ja. Wij waren ons de afgelopen maand bij in Zuid-Frankrijk met als tropische temperaturen, een zwoele zomeravond. Maar je kunt vandaag goed weten dat het gebeurd is met de pret. Of nou ja, de pret. Ik denk dat het ook wel lekker is, een beetje verkoeling. Ten einde van de middag, begin van de avond, dan wordt de bewolking al dikker. En uit die bewolking komt met de tijd wat regen. De temperatuur die hier deelt wat een graad of 15. En de wind die komt van de zuidwestelijke hoek. Zo mooi als je nou zit in het zonnetje, zo mooi zit je morgen niet. Ja, dat kan wel, maar dan krijg je het pak wel nat. Toestige wolken trekken namelijk over de provincie. Nu die wolken valt regen en motregen. Tussendoor wel wat dreugere momenten. Het wordt wederom een graad of 20 aan het einde van de middag. Dan vallen er wat gaten in de bewolking. Misschien krijgen we nog een knipoogje van de zon. Het wordt in ieder geval dreuger. Dan kijken we nog even naar de vooruitzichten. Zondag ziet er een straffe bries vanuit de zuidwestelijke hoek. Graad of 20, wat wolken, wat zon en er kan een lichte bui van. En ook na het weekend handen bij die dezelfde temperaturen. Wisselvallig weer en het is duidelijk dat jullie het over een andere boeg gooit als de man daarvoor. Wat bewolking, knipoogje van de zon en af en toe kans op een bui. En s'nachts een graad of 11. Tot aan de week. Tjoe.
Dit was Drenthe Nu. Meer nieuws vindt u op rtvdrenthe.nl of in de app. Daar lees je onder meer over hoe deze oude rioolbuis het verkeer op de rondweg in Emmen vertraagt. Een omwonende knutselde er een nepflitspaal van die hij in de berm neerzette. Voor nu een fijne avond en een mooi weekend.